Welkom. We zijn hier vandaag bij het Park Schouwburg voor de 7e editie van de Dag van de West-Fries Ondernemer. Vandaag staan er twee grote namen op het programma, Jort Kelder en Jan Mulder. Zij gaan samen met elkaar de battle aan. Ze zijn momenteel in de kleine zaal aan het voorbereiden, dus ga even met me mee, dan gaan we een kijkje nemen. Het is nu 2:15 en zoals jullie zien loopt de zaal al aardig vol. Ik denk dat het een humoristische middag zal worden. De mannen kennende, maar toch ook wel met een serieuze grondslag. Maar het is toch vooral de bedoeling dat het een feestelijke middag wordt. En niet dat de tijd is, economisch gezien, een beetje somber. Maar we willen vanmiddag toch eigenlijk niet somberen. We willen toch graag de goede dingen die er ook nog zijn, dat die een beetje geaccentueerd worden. Nou, vooral wel wat inspiratie. Ik ben ook nieuwsgierig naar wat Jort te vertellen heeft. Ja, en gewoon het netwerken, gewoon leuke mensen ontmoeten. En dat is ook heel belangrijk. Nee, kijk, Jan en ik hebben natuurlijk wij lijken antagonisten. We hebben natuurlijk een grote waardering voor elkaar, maar we zijn het op veel punten oneens. En dat is niet alleen voor televisie. Maar kijk, ik heb natuurlijk een veel linkser achtergrond dan Jan. Dus ik kom uit een heel rood nest. En Jan is natuurlijk als nieuwe patriciër in Oost-Groningen terug gaan wonen. En die houdt dan al zijn linkse praatjes, maar ondertussen. Hè? Ja, ik heb maar één credo voor iedereen, maar sowieso in Nederland. We moeten dwarser zijn. Maar ja. Ik weet niet of het helpt hier. Positief vond dan vandaag, nou in ieder geval dat er weer wat gebeurde op het toneel. Dat het in ieder geval vrij actief was. De interactie viel me wat tegen, maar ja, dat is met West-Friezen natuurlijk altijd moeilijk. Dat moet je na de borrel moet je dat doen, dan komen West-Friezen los. En ja, verder de opkomst is toch iedere keer weer verrassend. Dus wat dat betreft ja, heb ik een positief gevoel over vanmiddag. Het allerbelangrijkste vind ik een netwerkevent organiseren voor ondernemers in West-Friesland. En als je achter mij kijkt hoeveel mensen daar nog zijn, dan is daarin heel erg geslaagd. Dat vind ik het allerbelangrijkste. De belangrijkste mensen die ik wou spreken hebben kunnen spreken en dat is natuurlijk, daar is dit de gelegenheid voor. Ja, ik vind het heel belangrijk dat dit gewoon ieder jaar bestaat, zeg maar, en kan doorgaan. En heb je dat gevoel ook aan deze middag overgehouden? Denk je dat dat is gelukt? Nou, als ik zie hoe druk het was en hoeveel belangstelling ervoor was. En wij werden ook plat gebeld om kaarten. En hoe weet het, de sfeer die er nu hangt. Ja, hebben we allemaal een hele leuke middag, denk ik. En ook een hele leuke middag gehad met Jort en Jan. Dus ik, wat mij betreft is het echt geslaagd. Het zit erop. Dag van de West-Friese ondernemer 2012. Het was weer een groot succes. Veel enthousiaste mensen en de zaal staat nog steeds vol. Iedereen is momenteel aan het genieten van een borreltje, wat ook een erg belangrijk onderdeel is bij het netwerken in West-Friesland. Ik ga ook even genieten van een borreltje en ik hoop er volgend jaar weer bij te zijn. Tot volgend jaar!